Bella, hoe moet ik mij jouw culinaire relatie met jouw mama inbeelden? Of hoe ben jij opgevoed? Is dat dan met castagnettes en met flamenco? Ja, of... heel typisch, ja. Ik was een jaar of 5 en we gingen altijd in Eindhoven naar mijn grootouders. Dat zijn dan de ouders van mijn papa. Ja? Dan was ik een beetje de vedette van de familie. Hè. Dus ik had dan een typisch flamenco kleedje aan. Ik was volledig opgemaakt. Ja, ja. Oh, maar die kleedjes zijn ook prachtig. Hè? Als alle kleuren van de regenboog. Ik had een rode met zwart. En ik moest dan ook volledig in de make-up zitten. En dan mocht ik mijn ding doen. Hè. Dus dan mocht ik zingen en dansen op de tafel in de living. En daar heb ik eigenlijk ook wel de liefde voor muziek ontdekt. Mijn beide grootouders zijn allebei enorme muziekliefhebbers. Dus echt zo met die Spaanse waarden en normen opgegroeid. Hè. Ik moet wel zeggen, de mama van mijn papa, die kon ook wel het beste koken van de oma's, van de twee. En daar heeft mijn mama eigenlijk een beetje het recept van afgekeken, van de paella. Ah, ja? Ze maakt hem zelf ook heel graag, ja. We maken hem hier, de paella, à la Sofia. Sofia. Ja, het is de eerste keer dat ik het maak, dus ik wil bewijzen hier dat je echt altijd gewoon moet durven. Je moet echt wel zo'n platte, grote pan hebben, want dat gaat niet in een gewone pan. Hè. Nee, klopt. En je moet gewoon aandurven en goed kijken wat er gebeurt. Ja. Dat gaan we hier deze avond doen. Ja, ik ben toch heel benieuwd hoe jij hem... Wel, ik ga eigenlijk beginnen. Ik heb hier nu al ajuin en tomaatjes in blokjes gesneden, maar we gaan eigenlijk beginnen met de kip aan te kleuren. Oké. In olijfolie. Dus een paella pan gaat op het vuur en ik zet het op mijn grootste vuur hier zo, hè? Ja. Mooi in het midden. Mooi langs elke kant. En de vleugeltjes. Ik ga die dan kruiden. Gewoon met peper en zout, hè? Wat maak jij uit? Dat is klaar. Bellen. Goh, is dat dan ook een beetje Spaans getint? Wow. Of niet speciaal? Soms. Albondigas vind ik heel lekker. Die pittige gehaktballetjes. Oh, zalig. Ja. Tortilla. Met tomatensaus. Ja, Spaanse tortilla. Maar ik ben zo'n beetje het type... Alles wat ik in de frigo heb liggen, dat moet dan op. Zo, en dat kan zo van wraps gaan tot dingen die ik zelf verzin. Mm-hmm. Dus ja, de ene keer lukt dat goed. De andere keer minder, hè. Kijk, ik leg die kippenboutjes langs de zijkant, want nu gaan we de chorizo. Chorizo. Ik ga niet alles juist in Spaans zeggen. Verbeter mij maar. Dat is wel dik, hè? Super. Ja, ik heb aan mijn slager een beetje lager zetten. Het is altijd spelen, hè, met vuur. Als je ziet dat het echt een beetje te fel gaat. Komt goed. Wat gaan we doen? Dus in blokjes snijden, zodat die mooi in de olie van de kip kan bakken. Mm-hmm. En daar gaan we dan bij de chorizo. Hoe moet je het zeggen? Chorizo. Ja, de zet zo tussen uw tanden. Chorizo. Hup, dus chorizo. Ajuin, look. Mag er allemaal bij. Ja. Gewoon ook in het midden, hè? In het midden. En dat gaan we gewoon doen bakken. Nog een beetje? Ja. Genoeg, hè? Ja, alles. Je mag de paprika snijden. Dus zo het steeltje eruit snijden. Dus zo. En dan ga je hier die witte stukjes eruit halen. Enkel dat, hè. De rest moet niet weg. En dan zo in schijfjes. Oké, één zal genoeg zijn. Mm-hmm. Dan gaan we een keer met de kruiden beginnen. Hè? Want bij paella is dat echt belangrijk, hè? De kruiding. Ik wil een keer een experimentje doen. We gaan saffraandraadjes in aluminiumfolie een beetje roosteren. We gaan dat heel simpel doen. Dus een stukje aluminiumfolie. Ik zet mijn pan al op, een pan zonder vetstof. Dus dat is eigenlijk gewoon een hittebron. Zeg maar. Oh, die chorizo. En waarom roosteren? En wel, kijk, nu ruikt u saffraan zo. Naar saffraan. Mm-hmm. Hè? Heel typische geur. Mm-hmm. En als we die gaan roosteren, dan heeft dat echt zo nog de warme Zuiderse smaak. Zie je? Dat willen we. Kijk, een theelepel ongeveer. Ja. Saffraan gaat zorgen voor de kleur, ook voor de smaak. Dus wat gaan we nu doen? Schoon plooien. Zo, en gewoon in de pan leggen. Ongeveer een minuutje of twee. Ik denk dat we dat ook gaan rieken. Voilà.
Dus saffraan is aan het roosteren. Mm-hmm. Chili. Dat mag verse zijn. Als je geen verse hebt, neem je gewoon gedroogde, hè? Chili-vlokjes. Mm-hmm. Ik zou zeggen, een goed mespuntje. Kunnen jullie pikant verdragen? Ik ben niet zo'n pikante op dat gebied. Niet speciaal, nee, maar hier is een grote schotel. Ja, het is dat, hè. Paprika. Liefst, als het kan, gerookte paprika. Mm-hmm. Om ook weer zo die heel... Ja, slikker. Ik kan dat niet uitleggen. Zo een warme... Dan ga ik een vakantie, Sophie. Smaak te hebben, hè. All right. Pepertjes erin. Ja. Tomaten erin. Paprika. Paprika's. En dan kunnen we gaan blussen, hè. Mm-hmm. Hoe gaan we blussen? Je mag eigenlijk blussen met een groentebouillon, met visbouillon, met kippenbouillon. Wij gaan hier straks afwerken met de zeevruchten. Maar het lijkt me logisch dat we gewoon gaan bevochtigen met kippenbouillon. Je mag mij daar de bouillon nemen. En we gaan bevochtigen, hè. Ik heb hier 1,5 liter. Alles mag mooi onderstaan. En nu mag de rijst erbij. En welke rijst? Bomba. Arroz. Arroz de bomba. En wat is er nu zo speciaal? Dat is de echt typische paella-rijst. Dat is een type rijst die echt heel veel water of vocht in dit geval, hè, de bouillon, gaat absorberen. Ja. Mijn oma en ons mama ook, die doen er altijd een beetje wijn bij. Ah ja, maar ja. Juist, het staat daar klaar. Een glas wijn, doe maar. Ja? Ja, absoluut. En eerlijk gezegd, ik weet absoluut niet welke functie dat heeft. Gaat dat de smaak nog versterken? Ja, tuurlijk. Hè. Okay. Mijn is keilijker. Hè. Doe maar. Ja? Ik kan dat hier... Een glas. Waar ja, maar nee, zo. Hè. Zo? Een glas in ons hoofd. Ja? Oké, jij zegt stop, hè. Ja, goed gedaan. Groot glas, hè. 200 gram hebben we nodig, dus we gaan dat toch even... Hè, omdat het is de eerste keer dat ik paella maak, ja, dus beetje... gaan we toch een klein beetje aan de voorschriften houden. Ja, dat wordt toch... goed uitkomen. Dat is ook schoon, hè, zo'n zak. Ja. Voilà, 215. Ja. Bonbon, dat hebben we niet gezien. 200 gram bombarijs. Je ziet, dat is een mooie, dikke, ronde korrel. Hè. Echt rond, hè. Ja. Dus dat is ongeveer 50 gram rijst per persoon. Hè. En dan nog alle garnituur erbij. Het vuur mag nu weer hoger, want dat mag nu echt gaan koken. En dit gaan we nu 10 minuutjes laten sudderen. Ja. Peterselie snijden, want we eindigen met de... hoeveel peterselie straks, maar die kunnen we al fijn snijden. Voilà, nice. Takjes niet. Zoep. Voilà, als je zo ziet dat die rijst heel veel jus heeft opgenomen, dan zie je al dat het einde bijna nabij is. Hè? Ja. De saffraan, dus echt maar een minuutje, hè. Oké. Ruikt. Oh, geweldig. Heerlijk, hè. Ah. Gewoon overstrooien. Er is nog een klein beetje jus. Mm-hmm. Maar nu is het tijd om eigenlijk te gaan afwerken, hè. Dus met onze zeevruchten erop. Die gaan we gaan halen. Al de rest, erwtjes. Nog niet het seizoen. Ah, voilà. Dus dan nemen we die vries. Mosselen, inktvis en gambas. Gambas. Het vuur staat nu weer een klein beetje matiger. Mm-hmm. Hè? Nu gaan we er gewoon overstrooien. Dat is niet echt een recept, hè, dat het mooi vol ligt. En nu gaan we niet meer roeren. Hè? Mm-hmm. Dus nu mogen we echt zo een schone schotel maken. Ja. Dus de mosseltjes schoon naast elkaar leggen. En dan gambas. Kijk, dit is wat een guste. Oh, zeg. Schoon. Ertussen gaan liggen. Voilà. En dan de inktvisringen, hè, van een peilinktvis. Gewoon er zo op, rauw. Nu hebben we wel een soort van deksel nodig. Maar ja, dat bestaat niet zo'n groot deksel. Toch niet in mijn keuken. Dus heel simpel op te lossen. Met... Ah, mama is voilà. Naar het schijnt afgekomen. Wordt er Spaans gekookt? Nee, ja. Schatje. Hallo. Dag. Welkom. Kijk eens. Wel. Kunnen we een stukje zien? Oh. Zijn we goed bezig geweest? Ziet er super uit.
Heel mooi. We gaan hem vlug toedekken. Ja. Want nu is het nog een laatste 5 minuutjes. En juist de tijd dat al die zeevruchtjes scharen, dan kunnen wij sangria maken. Is dat goed voor u? Is goed, ja, prima. Wat hebben we nodig? Een heel grote karaf of kom. En ik heb alles in troos. Ik heb rosé wijn. Oké. Daar mag iemand de ijsblokjes halen in de diepvries. Dat zijn die ladekjes onderaan. Wat heb ik hier nog? Triple sec. Zo een soeplepel ongeveer. We maken het lekker gezellig. Jopla. En dan heb ik zo echt een super eigenlijk Mexicaans limonadeke. Ook rood. Dat heb ik nog nooit Allee, gezien. Roos. Ja. Garritos. Garritos van Guava. Dat wel? Ja. En wat heb ik hier gedaan? Ik heb toch roosrode druifjes gewoon geplukt en in de diepvries gestoken. Dat zijn eigenlijk ook ijsblokjes. Ja. Die zijn, en die kunnen we nadien opeten. Want dat is het hè, bij de sangria, dat fruit. Ja, inderdaad. Heel venijnig. De framboosjes mogen erbij. Ja. Wat heb ik nog? Onbespoten rozen. Super mooi in een drankje. Ook heel dankbaar van geur en kleur. Even kijken hè, dat we niet smosseneren, want als ik ze doe. Oh, ziet dat dus af? Ja, leuk. Dat ziet er mooi uit, hè? Zeg, kunnen die opeten, Sofie? Dat is misschien een rare vraag. Ja, die zijn onbespoten. Ja? Absoluut. Oké. Roze pompelmoes, alles roos. Kijk dat af. Een heel feestelijke sangria. Ja, hè? Heel mooi. Voilà. Ja. Yes. En dan gewoon zien dat je echt van alles een beetje hebt. Het is makkelijk natuurlijk om van die brede glazen te hebben. Dan moet je niet mikken en zo. Ah ja, dat is gewoon zo goed erboven hangen. Ja. Hela guapas. Wow. Salud, hè? Salud. 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 Dat is hier toch helemaal... Oh. Dat is echt fascinerend. Oh, zo lekker, Sofie. Piepen naar die. Sofie mag dat nog doen, hè? Ja, hè? Oh, la bomba! Mamma mia, kijk dat hier. Ja. Kijk, dat is bombares. Kijk hier, mannetjes. Hier moet nog juist peterselie over. Ja. En dan citroen. Voilà. Bueno? Y podemos comer. We gaan daar eens direct hier een mooie Spaanse tafel van maken. Maar zie dat af. Een en al kleur hier, hè? Fantastisch. Geur en kleur. Ja. Oké, dames, ik ga jullie beginnen. Een fantastisch mooie gamba. Oh. De rijst erbij. Super. Oh. Een billetje. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Oké, mama, ik ben nu wel een klein beetje nerveus. Ja. Stress. Stress, ja. Ik denk wel dat het goed zit. Warm. Echt. Kijk alsof je... Proficiat. Wanneer is de volgende date? Perfecto. Bekijk nu onze volledige aflevering online en ontdek nog meer programma's. VTM, je beleeft het hier. 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 En hier.